Hallo. Hoi. Welkom bij aflevering 6 alweer van de Dutch Nerd Club Vodcast. Ik ben Ghetto. En ik ben Dennis. Wauw. En ik heb zin in bier. Oh, ik heb ook zin in bier. We hebben vandaag een crossbreed van twee brouwerijen. Heel mooi, heel cool. Ja, heel leuk dat ze dat hebben gedaan. Twee niet lievelings, maar wel twee hele fijne brouwerijen. Brewdog, bekend van de IPA's, die overal nu in supermarkten te krijgen zijn. En Weinstefan van de grote halve liters. Is Weinstefan een van de oudste brouwerijen, of niet? Wat is dat die andere? Je hebt de Weinstefan en je hebt Paulaner. Nee, Paulaner is... Weinstefan is ook natuurlijk heel oud. Ik denk het ook. Een heel cool, een hele oude en een hele nieuwe brouwerij. Okay. En ik heb de van bierbrouwerij Malust, de Vagebond Vienna bier. Met toewijding gebrouwen. Komt uit Veenhuizen in Holland. Veenhuizen. Dat is lekker. Een lekker biertje. Gewoon lekker, een beetje zoetig. Nou, beetje moutig. Moutig en zoetig. Dit doet echt precies wat het belooft. Ik was me aan het afvragen of het nou meer naar Weizen of meer naar IPA zou smaken. Maar het is echt een hele... Ik kan me herinneren dat hij een beetje... Een goede combinatie is het. Dat beetje het bananige van zo'n... Dat proefje. En dan gemixt met dat bittere van... Dat hoppige van IPA. En inderdaad dat fruitige van een Weizen. Mooi. Wij zijn natuurlijk naast over bier ook heel enthousiast over een heleboel andere dingen. Ja. Waaronder films in het algemeen. Ja. En een aantal films in het bijzonder. Ja. Die we al hier en daar hebben besproken. Ja, ja. Waar we allebei ook heel enthousiast over zijn, is over een klassieke filmserie. Ja. Noem je dat zo? Ja, er is heel veel omheen, maar die filmserie staat er wel. Dat is wel echt. Dat vind ik wel heel mooi aan waar we het over hebben. Zeg maar. Ja, heel lang bekend geweest als een trilogie. Ja. En ik denk voor veel fans was dat ook voldoende geweest. Ja. En dan heb ik het over de film Alien. Of Aliens. Ik noem het toch wel Alien, want daar is het mee begonnen. Of Alien met in het kwadraat, maar dan met een 3. Hoe zeg je dat eigenlijk? Alien tot de macht 3. Alien tot de macht 3. Ja, Alien. Of kubieke alien, zou je ook kubieke kunnen... Kubieke alien, maar ja. Dat klinkt echt heel slecht. Alien. De allereerste keer dat ik die film langs zag komen, was in een voorfilmpje van een videoband van een Indiana Jones film, die op een feest bij een oom van mij voor de kinderen was gehuurd. Dit is eventjes een recap van onze vorige... over de videotheek van onze vorige podcast. Maar goed, er was een videoband gehuurd. En daar stonden, omdat Indiana Jones toch wel een tienerfilm was, stonden daar ook wat films voor 16 jaar en ouder trailers op. Waaronder Nightmare on Elm Street en Alien. Waardoor ik voorgoed als kind... beschadigd werd in mijn nachtrust, omdat ik daar eng van ging dromen. Ja, dat was ook, ik was bang van Freddy Krueger. Ik ook, en ook van Alien ook. Was jij ook bang van Indiana Jones? En ook van, sommige scènes met dat hart. Ja, dat klopt. Dat was toch wel, maar Indiana Jones was ook grappig. Die maakte grapjes, dus dan kon je dat... In Alien zitten geen grapjes, maar ik had ook alleen de trailer gezien. Ja. En wat vooral toen indruk op me maakte, was het was een heel gestileerde trailer. Beelden uit de film, waar ik vind dat zelf altijd prettig bij een trailer. Ja, volgens mij is dat die trailer met dat ei. Ja, met dat ei. En ja. Dat ei wat helemaal niet in de film zit. Wat een heel ander ei is dan dat ze uiteindelijk in de film hebben gebruikt. Moet je maar eens opzoeken. Dat is een heel ander ei. In de film is dat zo'n vleesig ei. En dit is een heel strak... Dat klopt, het is eigenlijk zo'n dino-ei. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is wel... Wat trouwens dat heel leuk is, ik weet mijn eerste Alien-ervaring niet meer, hoor. Dat heb ik niet... Alien... Ik,
Alien ben ik pas vrij laat gaan ontdekken. Ja, ik ook, want ik was er dus bang voor. En ik heb die film pas jaren en jaren later gezien toen ik het aandurfde. Ja, ja, nou ja, ik heb hem nooit super eng gevonden of zo. Ik vind de Alien wel eng, maar ik ben hem later gaan waarderen om zijn engheid. Het is een suspense film. Ja, ja, precies. En geen echte, ja, we noemen het wel ruimtehorror. Ja. Maar het, voor mij was vooral Alien, ging veel meer om het idee wat heel spannend was. Ja, 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 klopt. En het zag er natuurlijk ook fantastisch uit, want Ridley Scott, de regisseur, waar we het ook een tijdje geleden over hadden, inmiddels al ouwe knar, die nog steeds hartstikke mooie films maakt. Ja. Mooie films, niet altijd goede films. Maar die had echt, komt ook uit de reclame, is reclamefilmen geweest vroeger. Ja. Het zijn zulke mooie shots. Het ziet er allemaal zo perfect uit. Het is geweldig. Oog voor detail, production design van die film is Möbius ook aan meegeven. Ja. Möbius heeft, maar niet, ja, trouwens heeft wel gewoon onze eigen. Möbius, de Franse striptekenaar, heeft samengewerkt met Ridley Scott en ook H.R. Giger, de kunstenaar die verantwoordelijk is. Hans-Rudy Giger. Oh, Hans-Rudy, oh, dat is leuk. Ja, dat is dat. Nou, dus het script van Alien is geschreven door Dan O'Bannon, die ook de regisseur en volgens mij ook de schrijver, dat weet ik niet zeker, van Return of the Living Dead is, maar dat terzijde. Maar die had dus gewoon een heel ander soort alien in gedachten. Dat is meer echt een monster, echt een beetje een, niet een eng monster. Ja. En pas later, toen ze dus zijn gaan kijken, is Giger daarbij betrokken geraakt. Want Ridley Scott had zijn boek gezien, Necronomicon volgens mij. En die zag die tekeningen erin. Die dacht van ja, dit is de alien. Is de stijl, dit is de stijl die het moet worden. Dus dat is wel heel leuk. Wat ik er mooi aan vind, is dat het mij het gevoel geeft dat we alleen zijn in die ruimte. Ja. Hè, dus er is al een crew op het schip in die eerste film. Ja. Maar die zijn alleen. In space, no one can hear you scream. In space, no one can hear you scream was de tagline van die film. Heel mooi. En dat niet alleen omdat het een goede one-liner is. Maar dat, is ook, dat ademt die film ook uit. Hè. Ze krijgen een gast. Ja. En die gast is een xenomorph. Ja. Oftewel hè, een onbekende vorm. Ja. Die dus wel vrij menselijk is van vorm. Er zit ook een man in het pak zelf. Ja. Wat volgens mij ervoor zorgt dat het voor ons heel eng is. Alles wat een beetje menselijk is, maar niet helemaal menselijk, is volgens mij enger. Klopt. Getuigen zombies. Ja. Maar het is. Het wordt zo lang uitgespeeld, zeg maar. Dat eerste contact met die crewleden en die alien. Het is echt inderdaad een suspensefilm. En niet een. Ja, dan wordt het op een gegeven moment langzaam maar zeker een soort van slasherfilm. Waarin één voor één eigenlijk al die crewleden worden afgemaakt. Maar niet op een traditionele, zeg maar, zoals in de slasherfilm uit die tijd gedaan werd. En wat ik heel erg leuk vind, een film uit de jaren, of ja, eind jaren 70, hè, 1979 komt de film. Met een ongelooflijk fantastische, sterke vrouw in de hoofdrol. Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Ja. Ik was fan van haar. Ja, klopt. Hoe stoer zij was. Het was een mooie jonge vrouw, maar niet als lustobject. Maar het was gewoon een mooie, stoere jonge vrouw. Wist je trouwens dat de rol van Ripley, die had geen geslacht tijdens het casten? Het was geen vrouw in het script. Het was gewoon Ripley. Ridley Scott heeft gewoon meerdere acteurs getest en Sigourney Weaver die kwam als beste uit de bus. Wauw, het was gewoon geloofwaardig. En ik heb onlangs Alien en Aliens nog eens zitten kijken. Ja. En Alien 3 trouwens ook. En het verbaasde me echt hoe goed die film oud is geworden. Yes, het enige waar je het aan ziet is kapsels. Dat klopt, kapsels. Ja, maar niet storend. Nou, wat ik heel mooi vind is dat de technologie die in de film zit, met die gewoon die CRT-schermen en al die clips en die bleeps. CRT-schermen, is niet, dat klopt niet, weet je wel. Maar weet je wel, dat is niet modern, maar ze komen ermee weg. Ja. Ik vind het nog steeds van, het past in dat universum. Ja. Er was nog nooit zo'n soort film gemaakt. Dat is de eerste keer dat nu, weet je wel, deze film en Blade Runner, ook van Ridley Scott die daarna kwam. Dat zijn een beetje zusterfilms van elkaar. Hè? Dat zijn films die gewoon zo belangrijk zijn geweest voor de filmindustrie. En zit er niet een knipoog in Blade Runner naar een alien, iets van alien? Bijvoorbeeld dat iets van dat bedrijf. Nee. Dat is, nee. Oké, okay, maar vertel verder. Maar die twee films zijn zo belangrijk geweest. Tegenwoordig weten we niet beter dan dat films een gritty toekomst zijn. Weet je wel? Het is allemaal dystopian. Of in ruimte is alles
weet je wel, in Space No More Can You Scream. Ja. Dat kun je tegenwoordig van 100.000 films zeggen, weet je wel, met ook met Space Marines. Ja. Waar we het zo meteen over gaan hebben, ja, bij Aliens. Ja. Maar voor die film bestond nog nooit zo'n film. Weet je wel? Een echte een horror science fiction film. Dat waren misschien in de jaren 50 en jaren 60 van die over de top. Van mijn, er komt een of andere Martian aan of zo films. Maar dit was de eerste keer dat ze zoiets hebben gedaan. Dat is, ja, dat is niet... ja, een significante stempel op ruimtevaart. Eigenlijk, ja, na Star Wars. Ja, ja, ja. En wat ook Ridley Scott ook heel erg beïnvloed door 2001. Die juist ook weer op een heel andere manier naar science fiction keek dan, ja, dat mensen gewend waren die tijd. Dat klinische ook. Ja, dat klinische en gewoon het technische bijna, weet je wel. Ja. Dat doet, dat elementje pakt Ridley Scott en die gooit daar een lekker pulpsausje eigenlijk overheen. Maar die doet het op zo'n manier dat, ja, het juist een hele serieuze, donkere film wordt. Ik vind het geweldig. Het is echt, ja, echt goed. Ja. Welke van je, want eigenlijk dat is wel een discussie. Het is een van de weinige films waarbij de opvolger bijna net zo goed dan wel beter is. Daar, ja, is heel veel discussie over. Ja, dat is gewoon net zo wat voor film je prefereert. Het is een ander soort film geworden. Het is een ander soort film. En dat is ook bijzonder. Ze hebben, het is een ander soort film geworden. Omdat de eerste film is een suspense film, ja, in de ruimte. Suspense, ja, horror, weliswaar. Mm-hmm. En de tweede is actie horror. Ja. Actie ruimte horror. Ja. Dat, ja, is, ja, echt, ja, een ander beest geworden. Ja, ik ben meer een fan van één. Omdat die gewoon rustiger is. En ik moet zeggen dat ik... ik heb een hekel aan Space Marines. Ik kan niet tegen dat... ja, kapot schieten! Weet je wel, dat vind ik gewoon, ja, niks. En maar dat is natuurlijk extra dik aangezet in die film. Ja, maar dat doet hij... Dat is al, goed, maar dat komt omdat ik die film later heb gezien. Toen dat daarna al 1000 keer... later nog met andere films was gedaan. Waarin je ook allemaal Space Marines had. En stoere Navy SEALs en zo. Ja. Ik heb daar gewoon niet zoveel mee. Ik heb daar ook niks mee. Ja, maar ik vind het wel mooi dan weer dat het in Aliens dat ze stuk voor stuk al worden afgeslacht. Dat vind ik dan dat bedoel ik. En dat er een vrouw en een meisje. Ja, want, dat die het langst overleven. Sterker nog, dat die volgens mij bijna als enige ongeschonden daaruit komen. Wat ik heel goed vind ook aan Aliens is dat James Cameron, die heeft het script gepakt. Hè? Die, mm-hmm, heeft het ook geschreven, gedeeltelijk. Mm-hmm. En die heeft de hoe noem je dat? De mythos? Nee, het verhaal achter de aliens, ja, heeft hij, en een verhaal achter Ripley, heeft hij verder uitgediept. En dat, ja, vind ik met The Queen, die bestond voor die tijd gewoon niet. Nee. Het was eerst één alien op een schip. En dat was ook het mysterie. Het was ook een mysterie. Waar, ja, er werd niet uitgelegd waar komt dat ding vandaan. Ja. Waarom doet hij wat hij doet. Ja. Is daar, weet je wel, er is geen modus operandi, behalve als in het is een perfect geëvolueerde moordmachine. Ja. Ja. Wat je ook aanhaalt. Wat eigenlijk best gek is. Want ja, dat is heel weinig, ja, motivatie om dat te geloven. Maar toch, ja, het is iets vreemds. En eigenlijk misschien wel die vervreemding tot dat wezen. Ja. Hè, wat wij niet kennen, vinden, ja, we vreemd en dus eng. Werkt heel goed in die film. En daarna, ja, weten we wat het is. We weten een beetje wat die alien is. Dat hebben we geleerd in de eerste film. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Ja. Ja, nu breekt de pleuris los. Doordat er inderdaad een... Ja, als een mierenkolonie, op een, ja, mierenkolonie gebaseerde... Ja, aan de andere kant denk ik ook weer van... Dan maakt het monster... Ja, dat vind ik een beetje moeilijk om te zeggen. Want het ontwerp van de aliens is wel heel eng. Maar het enge aan deel 1 is dat er eentje is en die verstopt zich ergens. Terwijl in deel 2 zijn het er tientallen. Ja. Die worden allemaal... Weet je wel, het is, doordat er meer zijn, vind ik de monsters minder eng worden. Ze zijn ook een beetje opnieuw ontworpen trouwens. Heb je dat gezien? Ja, ze zien er anders uit. Ze zien er anders uit. In Alien 1 heeft hij een beetje een soort van... Heeft hij een schedel. Die kun je ook zien door zijn dome heen. Moet je maar eens naar action figures kijken die gebaseerd zijn op de Alien. Dan zie je dat heel duidelijk. En in Alien 2, of Aliens... Daarin hebben ze een soort meer een penis van. Ja, ja, het is meer een vibrator deel. Het is ook gebaseerd op organische vormen, ja, ja, alien, dat... en van Giger. Ja. Die dus inderdaad ook, ja, tekeningen had van het wezen. Waarbij dat inderdaad die bovenkant op een penis leek. Wat best wel gewaagd is eigenlijk. Maar deel 2 is... Ik weet niet in hoeverre de Giger aan deel 2 heeft meegewerkt. Volgens mij niet. Zijn naam staat duidelijk in de credits vermeld. Dus de de Queen is niet... Is ontworpen door Stan Winston. Het is volgens mij, ja, niet van Giger. Nee, niet meer van Giger. Nee, ik kan me... Het zou... Ja... Dat antwoord moet ik schuldig blijven. Maar ik vind de Alien Queen echt fantastisch. Dat vind ik wel echt een mooie uitvinding. Dat vind ik echt het hoogtepunt. Weet ook iedereen, dat is het hoogtepunt uit Aliens. Dat stukje waarin de Queen voor de eerste keer ziet, weet je wel. Dat ze Bishop door midden scheurt zo. Ja. Dat vind ik echt wel. Oh ja. Yeah.
voor mij het hoogtepunt, of eigenlijk iets waar ik wel nachtmerries van heb gehad. Want volgens mij, ik weet niet, volgens mij was ik 13 toen ik de film heb gezien, maar ik ben daar echt wel een keer van wakker geworden. De facehugger. Ja. Wat, dat heeft misschien ook te maken met mijn fobie voor krabben. Ja. Maar ja. Wat een ding was dat. Zeg. Ja, zo'n... ja, het facehugger is ook een briljante uitvinding. Dat je dus een wezen hebt, ja. Wat alleen maar ten dienste heeft, zeg maar, om de voortplanting van de alien levensvorm, ja, te bewerkstelligen. Ja, ja. Het wordt heel duidelijk uitgelegd wat er plaatsvindt. Ik bedoel, je krijgt echt wel door van wat dat beest doet. Ja. En wat voor functie het heeft. Maar goeie god, wat vond ik dat een eng beest. Dat is ook een eng beest. Dat vind ik trouwens ook een heel eng stukje in Aliens. Waarin zij opgesloten in het laboratorium, dat dat beest allemaal ziet rennen. Zo. Ja, dat is geweldig. Dat is echt horror. Zoals je... Ja, dat is echt horror. Krabben zijn echt eng, ja. Nadat ik er zo over nadenk, al die krabben en zo. Dat is echt... Oh, weet je wat dat trouwens ook is? Ook iets leuks. Alien heeft ook een beetje Prometheus. Dat is de prequel van Alien van een paar jaar geleden. Maar goed, verder niks. Alien heeft ook een beetje het Lovecraftian. Ken je dat? Je kent H.P. Lovecraft. Ja, en die heeft altijd van, wij zijn onbelangrijk in het universum. Weet je? Wij zijn niks. Wij zijn gewoon maar een stof. Stof, weet je? Ja. En dat heeft Alien ook heel erg, dat sfeertje van, het zijn wezens, ze zijn beter, ze zijn sterker. We hebben niks. Ja, we kunnen het toch af. Met al onze technologie zijn we gewoon niets tegen. Ja, het is zo goed. Een wezen wat, weet ik veel, zoutzuur als bloed heeft. Ja. Ja. En daarom kun je er ook niet goed op schieten. Want dan ga je zelf... Want dat was ook een grandioze vondst. Ja. In die eerste film, ja, het beest raakt gewond en het bloed van het ding gaat door 3 verdiepingen ruimteschip, valt dat heen. Omdat het zo zuur is. Dus ja, we kunnen er wel op gaan schieten, maar dan gaan we er zelf weer aan. Ja. Allerlei, eigenlijk vondst die film versterken. Ja. Ik vind Aliens daardoor een... dat werkt goed in Aliens. Ja. Van die macho... tot aan de tanden bewapende Space Marines, die eigenlijk niks kunnen. Ja. Want ja, als je dat ding van dichtbij gaat beschieten, dan ben je zelf de zaak. Ja. Dat vond ik er heel goed aan. Ken jij Trocadero in Londen? Ja. Dat winkelcentrum? Waar ook die hele grote speelhal zit. Ja, daar heeft Sega World gezeten. Ja, daar zat de Funland, waar we ook nog een keer een aflevering over gaan doen. Oké. Nou, daar hadden ze dus in de jaren 90... Ik heb mijn bier al op. Wil jij er nog een? Ik heb hem bijna op. Ja, doe maar iets eenvoudigs of zo. Ik weet niet wat er nog meer hebben staan in de magische Dutch Nuclub. In de Dutch Nuclub heb ik nog een La Trappe Pure. Lust je die? Ja. Een organic unfiltered trappist. Ja, gewoon bij de Albert Heijn te koop. Lekker. La Trappe is altijd goed. Maar bij de Trocadero, daar had je dus de Alien... Hoe heet dat nou? Alien Escape of Alien Encounter? Ik heb het nooit gedaan. Ken je het? Nee, wat is het? Nou, daar had je dus, kon je dus onder in het winkelcentrum, hadden ze dus gebaseerd op Aliens. Hoerenkont kutzooi. Waarom heb ik dat dan iedere keer? Hoerenkont kutzooi. Sorry. Dat gebeurde dus ook in de Alien Experience. Of Trocadero, daar had je dus onderin, hebben ze dus een... gethematiseerde ruimte gemaakt, helemaal in een aliens sfeer. En dan werd je dus begeleid door een Space Marine. En dan moest je dus ontsnappen aan de alien die achter je aan zat. En als ik een acteurs in pakken, en dan liep hij boven je en hoorde je zo, met het rooster hoorde je dat zo. Nee, alien, hoe heet dat dan ook? Alien Escape heette dat volgens mij. Zoek dat ga ik eens even opzoeken. Dat zie je zo meteen hier wel ergens in beeld. Hè? Dat was echt heel cool. Hadden ze gewoon gebaseerd op aliens, hadden ze gewoon een toeristenattractie gemaakt. Dat was echt geweldig. Dat klinkt wel leuk. Dat was echt... Als je 14 bent. Ja, maar dat is toch cool. Het was zo spannend. Dan zei iemand, rennen, dan komt hij aan. Dus moest iedereen zo... Moesten ze zo door die gangen heen. En dan was er echt zo'n gangenstelsel gemaakt. Ook allemaal roosters en zo. Heel spannend. Maar er is ook nog een derde Aliens film. We zijn al klaar bij de eerste twee. Gooi je die er gewoon even in de mix. Ja, we gooien hem in de mix. Want, jij zei net al iets, in de tweede Alien film werd de alien visueel een belangrijker element. Mm-hmm. Het kwam duidelijker in beeld, vaker in beeld. Hè? Er komt echt een soort van standoff tussen die moeder alien hoe heet dat ook weer, een loader? Oh ja, hoe heette dat ding nou ook weer? Godver. Die vorklift. Ja. Het vorkliftpak.
Hoe heette dat ding nou? Okay. Powerloader. Powerloader, ja. Get away from her, you bitch! Overigens schitterend mooi gemaakt door Hot Toys. Volgens mij is die van Hot Toys, ja. Met een hele mooie action figure van gemaakt. Echt zo groot. Een powerloader. Powerloader met een Ripley die erin kan zetten. Super. Ik moet voornamelijk denken aan een Halloween kostuum die ik onlangs zag van een vader. Die zijn baby in een powerloader heeft geladen. Ja. Maar goed. Steeds meer exposure van de Alien. Zeker ten opzichte van deel 1. Deel 3. Ja, ik moet trouwens wel zeggen. Ik heb laatst dus wel die. Niet de director's cut. Het heet anders. Het heet de. De we hadden het anders moeten doen. Cut. Dit is wat ik eigenlijk had gewild. Nee, want dit is niet de visie van David Fincher. Ze denken dat dit de visie is van David Fincher. David Fincher, ja, dat moet je even toelichten. Ja, David Fincher was videoclipregisseur, nu bekend van heel veel grote films. Seven voornamelijk. Seven, Fight Club, Zodiac, whatever. David Fincher was videoclipregisseur en Fox, waar de Alien films van zijn, dat is Fox, hè? Ja, die is maar Fox. Die had iets van, oké, we hebben een regisseur nodig voor onze derde film. Wij hebben al een idee van hoe de film moet worden. Maar dan zoeken we een of andere jonge regisseur die we gewoon makkelijk kunnen manipuleren. En dan komt zijn naam erop en dan bepalen wij gewoon hoe de film eruit komt te zien. Ja. En David Fincher was toen een jonge regisseur, die kreeg zijn big break. Die zei van, wow, ik ga een Alien film regisseren. Ja. Dus hij was heel ambitieus, die had een heel wild plan. En uiteindelijk heeft hij niks te zeggen gehad op de set. Dus uiteindelijk was hij maar gewoon van, nou ja, ga daar maar staan. Wij bepalen wel, jij mag alleen maar even de mensen aansturen en zo. Maar eigenlijk, wij bepalen hoe de film met elkaar gaat zitten. Eigenlijk is het door geld schieten. Precies. Ja, helemaal bepaald. En een hele slechte ervaring geweest voor hem. Hij is daar ook heel erg verbitterd door en hij wil... Daar is hij heel groot geworden met Seven. Hè? Met zijn eigen visie. Met zijn eigen visie. En hij heeft die film ook echt onteigend. Ja, hij wil niks meer te maken hebben met Alien 3. Ondanks dat is het geen ramp, die film. Het is zeker niet... Ik vind het ook de minste van de drie. Niet de minste van de vier. Maar daar hebben we het zo nog even over. Vier? Is dat vier? Ja. Maar het is wel een vreemdere eend in de bijt. Ja. Met name, nou goed, ik heb dus het had beter kunnen zijn, Kat. Ik moet dat opzoeken. Ik ga nu Assembly Cut. Even heel eventjes. 2003, hè? Ja. 11 jaar later. Nou, de film komt in 1992. Ja, daarom. 11 jaar later. The Assembly Cut. Ik heb het even opgezocht. Het heet The Assembly Cut. Waarom weet ik niet. Die cut is 11 jaar later gemaakt. Ja. David Fincher heeft er nog steeds geen toestemming voor gegeven. Of geen, heeft er niet, nog niet aan meegewerkt. Niet aan meegewerkt. Hij wilde gewoon niks meer mee te maken hebben. Ik heb de Assembly Cut gezien. Ik heb ook ooit de originele cut gezien. Die staat erbij. Die zit gewoon op de... Nou, die heb ik heel lang geleden gezien. En daarna pas, onlangs pas, de Assembly Cut. Wat mij opviel... is dat ze heel blij waren dat ze een gemuteerde alien, een alien die geboren is, niet uit een mens, maar uit een koe, uit een os, ja. In de oorspronkelijke film een hond. Een hond, ja. Wat een verschil. Op die planeet waar het zich afspeelt, worden ossen als lastdieren gebruikt. En er wordt een alien uitgeboren. En ze zijn zo blij dat ze dat kunnen laten zien, die alien, met behulp van CG. CG, ja. Hey, hallo, hier Ghetto. Even een korte pauze, even een momentje. Want ik moet even iets rechtzetten. De alien die je ziet in Alien 3, dat is geen CG. Ja, daar zit maar één shot in wanneer die CG is. En de rest van de film is die eigenlijk is het een pop. Ze hebben een soort rod puppet gemaakt. En die hebben ze op een bluescreen gefilmd en die hebben ze weer in het beeld gemonteerd. Het ziet er nog steeds niet uit, overigens. Dat gaan we zo meteen ook vertellen, hoe waardeloos het eruit ziet. Maar ik moest het even rechtzetten. Doei! Dat het er echt tenenkrommend slecht uitziet. Ja. Niet de animatie en niet de vorm,
maar de compositing. Ja, ja, het beeld. Van het plaatsen van die alien in de gefilmde wereld, van die 3D-alien in de gefilmde wereld, het klopt voor geen meter. Wat ik heel jammer vind, is ook dat, want er zitten een aantal hele mooie practical effects in. Vooral die scène waarin hij naast haar hoofd zit, als zij in die ward ligt. Dat is een zo mooi. En dan zie je, dan knippen ze in één keer naar dat beest, als hij nog jong is, daarvoor. Dan is het echt een soort Bambi. Zo wordt hij ook genoemd trouwens. Bambi noemde ze hem. Giger hem ook. En dat ziet er gewoon niet uit. Dat klopt gewoon niet. Het is gewoon een computerspelletje. Nee, tenen krommend. Ja. Terwijl de film zelf... Het is net de Dire Straits. Nee, grapje. Nee, maar de film zelf is wel, weet je, het gegeven van een gevangenisplaneet. Ja. Die eigenlijk gesloten is, die gevangenis. Ja. Want er valt geen geld meer mee te verdienen. Ja. Door... Hè, rode draad, ja. De megafirma Weyland-Yutani. Weyland-Yutani. En dat er toch mannen zoiets hebben van, ja, weet je, wij blijven hier gewoon, want dit is de enige plek waar wij kunnen aarden. En dan komt er denk ik een vrouw bij, waar iedereen... Ja. Ja, dan komt er niet alleen dan komen er twee aliens. Komt er een vrouw en een alien. En een alien, ja. Voor die mannen. Dus dat vind ik een heel mooi gegeven eraan. En dat maakt die film ook qua idee echt wel de moeite waard. Het is een beetje een potje, die film. Dat klopt. Er is weinig van bijgebleven. Wat me altijd van bijgebleven is het einde. Dat zij in die lava duikt. Het einde vind ik best wel sterk. Want dat komt welk einde? Want er zijn dus twee eindes. Ja. Welk einde heb jij gezien? Zij weet dat ze... Oké, ik weet niet of ik dit moet zeggen. Maar er komt een spoiler. Spoiler! Eigenlijk zijn we al lang aan het spoilen. Ze weet dat ze... door een feest, of dat ze eigenlijk in haar slaap, in haar cryosleep, dat er een eitje in haar is geplant. Dus dat er een alien, dat ze eigenlijk een alien bij zich draagt. Het gaat eigenlijk, dit vind ik, ik ben nooit iemand die daar echt over valt, maar iemand die door een alien bevrucht is, die is meestal binnen 24 uur is hij de pineut. en zij doet heel de film vrolijk gewoon haar ding. Oh, aan het einde van, oh kut. Ik sta op chestbursten. Nou, hij komt krijgt op een gegeven moment wel al wordt ze al een beetje misselijk en krijgt ze buikpijn na een dag of twee. Ja. Dus het duurt bij haar iets langer. En misschien is het een langzaam metabolisme. Dat weten we niet. Mijn willing suspension of disbelief kan dat wel hebben. Ja. Maar inderdaad, ze realiseert zich dat. En ze realiseert zich ook, ondanks dat de mensen van Weyland-Yutani haar heel graag mee naar huis willen nemen om met name haar... Hè? Ongeboren alien te bestuderen. Heeft zij zoiets van, nee, dit moet hier eindigen. Ik spring in een bak met kokend hete, wat is het, lood? Want het was een ijzer, en er was ijzerfabriek inderdaad. IJzer of lood of zo. Twee eindes. Ze springt erin en ze is dood. Ja. Tweede einde, wat ik weet niet eens of dat in de assembly cut staat of op YouTube. Meer. Volgens mij staat hij alleen maar op YouTube. Ze vallen naar beneden. Op het moment, vlak voordat ze in die bak met kokend metaal valt, komt er dus die alien maar volgens mij zit dat in alle tweede versies. Volgens mij is dat gewoon de versie. Stukje vindt aan dat einde is dat dan Lance Henriksen, Bishop, er even in zit. Maar ja, is het dan die komt er naar haar toe, die benadert haar van: hey, ik ben het Bishop, ken je me nog? Ja. Heel mooi stukje. En dan mapt ze hem en dan blijkt het ook weer een android te zijn. Ja. En dan zit dat oor helemaal scheef van hem. Dat is echt, soms onthoud je de meest stomme dingen van films. Vind ik echt zo'n stukje van, dat oor zo naar voren steekt. Vooral omdat hij ook zegt, ik ben de ontwerper van Bishop. Dat klopt ook zo. Hij zegt van, ik ben ontwerper van Bishop. Oh, wauw, logisch dat hij er zo op lijkt. En dan... Wat ik ook heel grappig vind, of heel grappig, heel slecht eigenlijk. We zouden het er eigenlijk niet over hebben, maar Alien vs. Predator. Wat is dat dan?
Nou ja. Nee, oké, flauw. Maar daar zit dus Mr. Wayland zit erin. Ja. Dat is ook gespeeld door Lance Henriksen. Ja. En hij is dus de baas van Weyland Yutani. Dus wat ze suggereren in die film is dat hij dus model heeft gestaan voor al die androids. Al van in de tweede Alien film. Terwijl, en iedereen vergeet trouwens dat, Ian Holm de eerste android was. Ja. Dat was ik helemaal vergeten dat hij daar ook in zat. Ian Holm, waar kennen we hem ook alweer van? Waar kennen de meesten hem ook alweer van? Bilbo! Ja, Bilbo Baggins zit gewoon in Alien. Ja, dat is ook iets wat mij is bijgebleven. Dat hij helemaal doordraait. En dat je in het begin denkt dat hij met zo'n opgerolde tijdschrift probeert. Weet je, hij flipt gewoon helemaal. Ja. Hij probeert iets met zo'n opgerolde tijdschrift te doen. En er spuit melk uit aan alle kanten. Toch is iedereen heeft Bishop onthouden als de android. Maar dat komt ook omdat hij nog in drie films daarna zit. Nou, en hij heeft ook een belangrijke rol in de tweede film gekregen. Ja, hij helpt haar, ondanks haar ook dikke argwaan, helpt hij haar. Dat vind ik een geweldige scène dat zij hem opstart weer. Ja. Of nee, dat is in 3. Dat is in 3. Dat ze er een accu aan hangt. En dat ze een schijfje of een knopje achter zijn oren induwt. Dat is echt goed. En dan zodat hij, om weer wat herinneringen van hem op te krijgen. Ja, ik moet denken aan de grandioze scène uit Aliens. Waarin hij eigenlijk op het allerlaatste moment nog door de midden gescheurd daar ligt. Ja, ja, ja. Dat kleine meisje vasthoudt. Ja. Zodat ze niet naar buiten waait. Ik vind, nou goed, ik heb toch echt wel een groot zwak voor Aliens ook. Ik heb een zwak voor heel veel stukken uit alle drie de films. Vier. Alien. Heet die Alien 4? Hij heet Alien Resurrection. Ik heb hem één keer gezien. Ik noem hem altijd Alien. Oh my fucking god. Wie heeft dit ooit kunnen bedenken? Geschreven door, even een klein leuk detail, Josh Whedon, ook wel bekend van Buffy the Vampire Slayer, en de regisseur en volgens mij ook schrijver van The Avenger. Van heel veel Avengers. Hij is echt een cultheld. Ja. Iedereen mag hem, maar hij heeft dus ook Alien 4 geschreven. Hij heeft ook Toy Story geschreven trouwens. Maar wat een draak van een film. Ja, ik snap het gewoon niet. Nee, dit is een film die probeerde volgens mij alle andere films te overtreffen. Nee. Weet je wat ik denk? Ja? Ik denk gewoon dat Jeunet, geregisseerd door Jeunet van Amélie en City of the Lost Children, super mooie regisseur, maar die man die is erbij gehaald en die snapte dit gewoon niet. Die wist gewoon niet waar hij mee bezig was. Die had zoiets van, oké, ik doe dit wel, weet je wel. En die had gewoon zijn eigen beeld van, ik doe dit wel. En in plaats van, ze hebben natuurlijk gezien bij Fincher van, oké, als we ons te veel ermee te bemoeien, Dan krijgen we dan David Fincher, die er dan vandoor gaat en later die film onteigent of whatever. Yeah. Dus ze hebben, denk ik, Jeunet juist weer meer invloed gegeven. Maar die man, hij kon geen Engels toen hij die film moest regisseren. Echt waar? Hij sprak geen Engels? Hij sprak geen Engels, hij had een vertaler. Hij kon niet maar, up, weet je wel, dat. Cut. Ja, maar, en dat zie je gewoon aan die film gewoon. Het is een verwarrende film. En er zit ook rare humor in, weet je wel. Die man die dan in één keer, aan het begin heb je die man die in zijn hoofd wordt gebeten door de alien. En dan doet hij, en dan voelt hij zo, en dan heeft hij een stukje hersenen vast. Alsof het Wiley Coyote is, weet je wel. Ik heb mijn eigen hersenen vast. En dan valt hij dood neer. Dat past toch helemaal niet in heel die galaxy? Dat is toch stom? Dat past wel in de galaxy van die regisseur. Ja, daarom. En ik maar zie niet dat zozeer inderdaad in de thematiek. Nee, gaat toch van weg. Van Alien. Dan. Ja, eigenlijk genoeg daarover. Want ik heb hem al heel lang niet gezien. Het enige stuk wat ik daar wel altijd uit onthoud, wat ik echt heel slim vind, wat ik briljant vindt, is dat ze het DNA van Ripley hebben gepakt. Ja. En dat ze al die foute klonen hebben. Dat vind ik echt, als hij binnenkomt, de freak show. Ja, die freak show. Ik vond dat wel misselijk maken. Dat werkte goed. Dat heb je goed gedaan. Oh, ik vond die alien, die baby. Die was misselijk maken. Ja, had je trouwens gezien dat hij een hele grote vagina heeft? Heb je er wel eens op gelet? Heb ik ooit een keer toen niet opgevallen, maar heb ik toen later pas op in een afbeelding ergens gezien dat iemand me daar wees van, kijk. Ja. Een hele grote vagina. Ja. Mijn god. Aan de andere kant, de alien uit de eerste film had een hele grote penisvormige schacht. Ja, maar dan nog. Maar dat was meer suggestie.
in Alien 4 is het gewoon een soort bleek, vies monster met een grote vagina. Ik vrees dat we hem nu in beeld krijgen. Ja, maar ik weet niet of dat van YouTube mag. Of we grote vagina's in beeld Nee, we hebben geen grote vagina in beeld gebracht. We hebben alleen de alien uit Alien 4 in beeld gebracht. Met een beetje de focus op de grote vagina. Nee, dat lijkt er alleen op. Oh. Genoeg daarover. Er schijnt nog een film te zijn naast de uitstapjes naar Alien vs. Predator. Eigenlijk die weer teruggaat naar de start van alles. En dat is Prometheus. Ja. Ik begon echt te tintelen. En echt, ik zat in mijn vuistjes te knijpen toen ik de trailer zag. Maar, ja. En om te horen dat dit gemaakt werd. Ik was niet teleurgesteld toen ik hem zag. Heel veel mensen vonden hem slecht. Maar hij is veel, het is een beetje een film waarin iets te veel verteld wordt. Iets te veel, iets te groot. Mensen maken hele domme beslissingen in die films. Echt gewoon, denk van, spoilers. Aan het einde rolt dat grote schip. En dan rollen ze, lopen ze voor het schip uit, terwijl ze gewoon naar rechts kunnen lopen. En dan is het goed. Een sidestep en je bent er. Een leuk film. Er is een goede strip over van Penny Arcade. Mm. En die adresseert dat punt perfect. Maar dat terzijde. Er gebeuren een aantal dingen die te stom zijn voor woorden. Ja. Maar nog steeds, het is een hele, ik vind het een hele mooie film. Hij ziet er fantastisch uit. Hij ziet eruit zoals ik hoopte dat hij eruit zou zien. Nou, ik heb vernomen, komen er meer, of wordt er zelfs al gewerkt aan een volgende Prometheus film? Ja, wat Ridley Scott heeft gezegd, van je moet het niet zien als prequel van Alien. Het is een film met hetzelfde DNA als Alien. Zegt hij daarmee dat het in hetzelfde universum plaatsvindt? Ja, het speelt zich ook in hetzelfde universum af. Alleen, het eindigt met een alien ook, want je ziet dan de oer-alien. Hè? Ziet de Space Jockey. Die zie je zo. Maar helemaal aan het einde van de film, dan komt uit de Space Jockey, komt de allereerste echte alien, de proto-alien, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar daarna, dan neemt het alien-verhaal een eigen wending, zeg maar. Dus dat is worden dan de films die wij kennen. Ja. Maar het verhaal van Prometheus, over waar komen die Space Jockeys vandaan, weet je wel? Dat zijn onze vaders, hoe noemen we dat? Onze scheppers zijn dat, zeg maar. Ja, ja, ja. En daar gaan ze nu op verder, als het goed is. Hoe heet de man? Neil Blomkamp. Sorry dat we een beetje warrig zijn, maar dit is echt gewoon. Ik dacht dat ik niet enthousiast over Alien zou zijn, maar ik ben toch best wel enthousiast. Ja, dat zei je net. Ik weet heel weinig over Alien. Ik weet heel weinig, maar het komt alles binnen. Ik denk dat er alcohol is of zo. Maar goed, er komt dus een Alien 5 aan, geregisseerd en geproduceerd en bedacht volgens mij zelfs ook door Neil Blomkamp, regisseur van District 9, Chappie, Elysium. En dat schijnt echt weer terug te gaan naar de roots van Alien. Michael Biehn. Ja? Hij heeft in de production art Michael Biehn zitten. Okay. Met een groot litteken op zijn gezicht. Er is heel veel production art op internet verschenen van de nieuwe Alien film. Alien 5, geregisseerd door Neil Blomkamp. En die komt er dus aan. Ik weet er niet wanneer, maar dat gaat dus echt gebeuren. Mijn hart klopt nu sneller. Want ik vind dat wel. Ik heb daar wel een zwak voor. Mm. Ik heb zwak voor films die een nieuw genre ooit hebben weten te creëren. Ja. En dat heeft Alien, om het een beetje af te sluiten, dat heeft Alien wel gedaan. Ja. Voor een nieuw genre weten te creëren. Ruimtehorror. Ja. Een heleboel zaken zijn zij als eerste mee geweest. Ja, dat klopt. En ik denk dat alle mensen die daar aan meewerken, aan mee mogen werken, dat ook wel zich realiseren. Ondanks dat Alien films best wel wat impact hebben gehad over een langere periode. Ja. Ja, dan hebben ze inderdaad niet die status van cultureel erfgoed, cultureel populair, cultureel erfgoed zoals Star Wars. Ja. Dat was het, ik denk, voor de filmindustrie of de manier waarop wij naar de films kijken, net zo belangrijk zijn. Ja, zeer zeker. Ik ben wat dat betreft wel heel erg blij dat het een stempel natuurlijk op het nerd-erfgoed, om het zo maar te zeggen. Ja. Ook wil ik speciaal even Bill Paxton bedanken voor zijn rol in Aliens. Dankjewel, Bill. Want ik vond dat heel. Hij heeft meer gedaan dan hij dacht in die film. Volgens mij. Ja, maar Bill Paxton is gewoon sowieso. Dat vind ik toch een beetje een ondergewaardeerde acteur. Gewoon. Ja. Hij is er altijd voor. Ja. That's it, man. Game over, man. It's game over. Ik ben heel benieuwd, wij zijn heel benieuwd naar wat jullie vinden van de Alien franchise. Alien. En dan alles wat daarbij hoort. En alles wat nog misschien gaat komen.
We hebben het niet over alles gehad. Nee. We hebben het voornamelijk over de drie films. De drie films gehad. En daar is natuurlijk, daar zijn videogames zoals comics, Alien vs. Predator heb je nog. Ja. Maar dat is allemaal, dat is zo groot. En het is een universum inderdaad. Ja. Waar wij alleen maar de films even hebben toegelicht. Ja. Misschien ja, dat we nou, onze kijk op de film. Ik krijg wel een idee voor een nieuw onderwerp. Wat? Games gebaseerd op films. Oeh, ja! Doen we, dat vind ik leuk. Dat vind ik ook leuk. Want leuk. Alien, met name Alien vs. Predator, een van de betere. Klopt. Maar goed. De beat'em of de shoot'em up? Beide. Oh. Ik ben meer van de beat'em up, maar goed, ik ben een ontzettend. Ik hou ook al van beat'em up. Arcade liefhebber. Ja. Anyway, laat het ons weten. Ja. In de comments, hieronder. In de comments, mail ons. Op DutchNerdClub@gmail.com. Like ons, subscribe ons. Hier kun je liken, daar kun je ook ergens subscriben. Ja. Doe dat vooral, want op YouTube, want we hebben dit filmpje nou ook op Facebook staan, maar we gaan hem dus. Hij staat dus ook nog op YouTube. Abonneer je op ons YouTube kanaal Dutch Nut Club. Yes. Vindt een link waarschijnlijk hier ergens ook onderin de. En natuurlijk alle andere links van alles waar we het over hebben gehad, kom hieronder te staan. En we blijven doorgaan met filmpjes maken, omdat we enthousiaste oude mannen zijn, toch? Ja. Ja, we vinden dat zijn we. Leuk. En dat blijven we. Ja. Binnenkort denk ik dat we eens een keer weer eens iets moeten laten zien aan elkaar. Ja, ik ga jou. Ik heb iets nieuws wat ik jou wil laten zien. Ik ben heel benieuwd. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt. Doei. Bedankt, lieve mensen. Voor het leven. What the fuck? Ja, dat weet ik niet. Dat is toch van de zangeres? Oh nee, dit is bedankt, lieve ouders. Bedankt voor het leven. Ken je dat niet? Ik vind het al mooi. Eindelijk had de zangeres van de naam een rol in Alien moeten hebben. Eigenlijk had de zangeres van de naam Ripley moeten spelen. Dat had ik wel gewaardeerd. Denk jij niet? Stop. Mary Servaas. Stop deze waanzin. Stop deze waanzin. Doe nog eens een chestburst daarna. Laat het pas. Het hoeft van mij niet meer. Bedankt, lieve ouders. Bedankt. Allebei, ik heb een mooie jeugd gehad. Jullie waren en blijven een voorbeeld voor mij op het verdere levenspad. Een vogel vliegt voor nu en altijd. Bedankt.